Mitchell van der Graag, vind je dat je jezelf tekort doet vandaag? Nee, want daarvoor was het, wat we de eerste hebben laten zien, was het erg slecht. En dan kun je wel zeggen, de tweede helft corrigeer je dat als team zijnde. Dat was ook niet zo moeilijk. En dan zit er misschien wat meer in. Alleen als je de laatste twee wedstrijden dan tegen Heerenveen bekijkt, dan zeg ik zaterdag hebben we dat absoluut gedaan. Omdat we over de hele wedstrijd genomen gewoon prima gespeeld hebben. En nu was het, zeker de eerste helft, mogen blij zijn dat we met 0-2 de rust ingaan. Wat gaat er dan fout in het begin? Als je staat binnen een kwartier 2-0 achter, dan ga je ook 2-0 de rust. Maar wat gaat er dan fout in die beginfase? Nou, we moeten oppassen dat we niet cynisch gaan worden. Dat ik een tegenvraag ga doen. In die zin betekent dat, of je nou over tactiek, techniek of wat dan ook hebt. Het gaat uiteindelijk om de instelling en de motivatie. En we hebben vandaag voor heel veel dingen te spelen. Je speelt voor de beker, wat naast de competitie loopt. Wat altijd een extra stimulans kan zijn. Een afleiding kan zijn van je competitie. En we hebben thuis nog niet gewonnen. Dus er is genoeg voor te spelen. En dan kun je zeggen van nou, we hebben maar één echte aanvaller in de basis staan. Dat snap ik ook allemaal wel. Alleen als je het op motivatie en instelling af laat weten de eerste helft. De goal zo makkelijk weggeeft, ja, dan is dat vandaag de les die we geleerd hebben, die moet wel heel duidelijk zijn. Wij hebben op dit moment, als wij niet volle bak geven, dan zijn we gewoon geen goede ploeg. En als wij denken dat we het op halve kracht kunnen doen, dan krijg je dus een eerste helft zoals vandaag. En dat is absoluut niet goed te praten. Je zegt ook, we hebben op eigen terrein nog niet gewonnen. Dat gaat dan ook op een gegeven moment als een soort molensteen om je nek hangen. Nou, dat valt wel mee. Kijk, de buitenwacht maakt dat ervan. En dan komt dat, als je dan zo'n eerste helft laat zien, ja, dan heb je de goodwill die je afgelopen zaterdag hebt verdiend. Die raak je zo snel kwijt. En dan moet je weer in de achtervolging. En dan gaan we opportunistisch spelen. En dat doen we dan ook prima. Alleen je gaat er weer af. En dan heb je twee wedstrijden verloren van Heerenveen. Twee verschillende wedstrijden. En dan is het duidelijk wat ik nogmaals aangaf, de les die we daaruit moeten halen. Want dat is nogmaals, de eerste helft was beneden alle pijl. Ja, wat zeg je dan in de rust tegen de spelers? Als die eerste helft die beneden alle pijl is, wat geef je dan aan in de rust? Nou, je geeft op zich niet zo heel veel aan. Je hebt een aantal dingen gegeven aan wat je in balbezit en balverlies niet moet doen. Uiteindelijk gaat het over instelling en daar hebben we het over gehad. En we zijn relatief rustig gebleven. En we hebben een aantal omzettingen gedaan. En om te hopen in ieder geval dat we in ieder geval het opportunisme terug konden brengen. En dat we zelf beter in die wedstrijd kwamen. Dat de tegenstander, en daar gok je dan ook een beetje op, het ook wel prima vindt. Die denkt even uitspelen en dan komt die 3-0 vanzelf. Ja, en dat gebeurde. En dan creëer je kansen, je scoort. En dan riskeer je alles. En dan zeg je van nou, de tweede helft is prima. Alleen het is te weinig geweest. Maar goed, het is... Veel te weinig. Zeker als je ook ziet dat je nog een strafschop krijgt en die ook nog eens mist. Ja, maar goed, dat is. Je kunt ook zeggen, die moet je ook afdwingen. Dus die hebben we afgedwongen. Dus wat dat betreft is dat niet zo moeilijk. Je gaat puur kijken wat je als team hebt laten zien in de eerste helft. Nou, dat was op alle facetten en alle fronten veel en veel te weinig. En dan zie je als een aantal spelers staat denken met een stapje minder te doen, ja, dan kom je zwaar in de problemen. En dat was niet iedereen, maar een aantal wel. En dat is kwalijk. Wat kan je daar dan doen de komende dagen? Want zondag wacht daar zitten. Nee, dat is goed. Het zit allemaal kort bij elkaar. En het is zaak om de dingen te bespreken die nog niet eens zo verkeerd zijn gegaan. Maar gewoon je wijst op je verantwoordelijkheden. En daar gaat het uiteindelijk om. En het moet altijd een teamprestatie zijn. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan zijn we een moeilijk verstaanbaar team. En dan kunnen we wedstrijden winnen. En als je iedere keer tegen dit soort ploegen in de achtervolging moet, ja, dan is het gewoon te weinig.